Als vervolg op de meditatie van gisteren lezen we vandaag een tekst uit Klaagliederen 4 vers 2. Daar staat: meer waard dan goud waren de mensen in Sion. Kwetsbaar werden ze als aardekruiken, als het maaksel van een pottenbakker. Kwetsbaarheid. Op een dag bezocht ik een bevriende voorganger die voor de tweede keer in een burn-out terecht was gekomen. God had me veel liefde voor deze man en zijn gezin gegeven. Behalve een bos rozen, meende ik ook een persoonlijk woord van God voor hem te hebben. Ik mocht hem vertellen dat Gods plan met zijn leven nog niet voorbij was. God wilde hem tot een geestelijke vader voor velen maken. Maar, zei ik, dan is het nodig dat je een mens zonder geheimen gaat worden, vertelde ik hem. Deel je fouten. Deel je tekortkomingen en je angsten met anderen en met je gemeente. Verstop je niet langer in je ivoren toren, maar stel je kwetsbaar op. Dan zal God je overvloedig kunnen zegenen. Zijn dochter hoorde mijn woorden en stelde mij de vraag: maar hoe doen we dat dan? We kennen niemand die ons hierin is voorgegaan. De angst om door de kerk en christelijke vrienden afgeschoten te worden was groter dan de moed om uit de ivoren toren te stappen. Een pijnlijk verhaal. Ieder mens is kwetsbaar. Maar wie zijn kwetsbaarheid durft te laten zien, is moedig. Het vraagt moed om je kwetsbare zelf aan de ander te laten zien. Hoe kwetsbaarder jij je in een relatie opstelt, des te sterker en hechter de relatie wordt. Kwetsbaarheid verbindt, omdat het ontwapent en het hart van de ander opent. Kwetsbaarheid nodigt de ander uit om zichzelf te zijn in jouw nabijheid. Om gekend te worden zoals hij is. Als je zo samen gelachen en gehuild hebt, ontstaat er een band. Een band voor het leven. Een band die niet gemakkelijk te verbreken is.